Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk voor jullie 5 lifehacks laten zien. En voor degene die niet weten wat lifehacks zijn, dat zijn dingen die het paardenleven dan, voor ons het paardenleven, maar ook soms het gewone leven, wat makkelijker maken. En ja, dat is natuurlijk altijd handig. En in deze video heb ik er dus 5 voor jullie. En er komt over een tijdje ook nog een deel 2 waar ik er weer 5 in heb. En misschien later nog een deel 3 en een deel 4, maar dat zien we allemaal nog wel. Maar in deze video heb ik in ieder geval 5 lifehacks voor jullie. Dus als je nou wil weten wat dat zijn, blijf dan zeker kijken. Lifehack 1. Nou, wat ik altijd echt verschrikkelijk vind, is dus als ik met emmers, met water, en vaak heb ik er dan 2 tegelijk en dan moet ik wel eens met emmers water heen en weer lopen om verschillende redenen. Maar wat ik dan verschrikkelijk vind, is dat die emmers dan helemaal vol zijn. Dus hij is ten eerste al super zwaar. En dan klotst dat water er ook nog zo tegen je benen uit. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik heb daar een hele handige tip voor. Want jullie zagen net wel dat met zo'n zware emmer lopen, dat dat water eruit valt en dat je helemaal zo op moet passen met lopen. Dat werkt niet. Dus ik ga deze nu eerst eventjes leeggooien. Oké. En dan ga ik jullie nu mijn tip laten zien. Inderdaad, het heeft iets te maken met een plastic zak. En je kunt hiervoor gewoon zo'n grote plastic zak gebruiken, maar je kunt er ook een vuilniszak voor gebruiken. Die zijn ook heel handig. En wat je daar dan mee doet, is als volgt. Je doet die plastic zak in de emmer. En dan hang je hem zo een beetje over de rand. En dan ga je hem vullen met water. Moet je dus wel zorgen dat de zak een beetje niet met gaatjes erin zit, want anders heeft het alsnog geen zin. Oké, nou hij zit nu zo goed als vol. En wat je dan doet, is je pakt hem van buitenaf bij elkaar. En dan bind je hem zo een klein beetje dicht. En dan kun je dus heel makkelijk, zonder dat het water eruit klopt, met de emmer weglopen. En als je dan op de plek bent waar je dus moet zijn, dan kun je ook vrij makkelijk de zak gewoon stuk trekken. Kijk. Voilà. En dan ben je zelf gewoon nog droog. Lifehack 2. Nou, lifehack 2 heeft alles te maken met dit kastje. En jullie zullen je waarschijnlijk afvragen. Dit kastje, wat is dat? Nou, eigenlijk is dit iets wat het wedstrijdleven een stukje makkelijker maakt. En zelf gebruik ik deze lifehack nog niet zo heel erg lang. Het is eigenlijk, ik heb hem net gekocht. Maar wat het dus is, het is een soort kastje die in de auto kan staan. Die mee op wedstrijd gaat. En hier zitten dus allemaal, kun je allemaal kleine wedstrijdspulletjes in doen. En ik heb het gekocht omdat ik een beetje gek werd van al die losse spullen die door de auto heen vlogen. En dan was ik dit kwijt, dat kwijt. Dus dat ging allemaal niet zo goed. En ik heb dus nu het kleiner formaat. Maar ik ga zelf ook nog een grotere kopen voor de wat grotere spullen. Maar wat ik hier dus in heb. Hier zit het dus. Mijn naald. En mijn draad. Want er kan natuurlijk altijd onderweg een knotje uitgaan. En wat stiekjes hier. Ook altijd handig natuurlijk. En hier heb ik dan wat schaartjes en zo, voor als er eventueel wat plukjes zitten die weggeknipt moeten worden. Hier heb ik wat standaard borsteltjes. Een hoevenkrabber is natuurlijk altijd handig als je paard toch iets van een steentje of zo in zoek krijgt. Wat manenkammetjes. En een blok, want een blok gebruik ik heel veel, want Mo die doet in de training nog wel eens vieze vlekken. Zeg maar strontvlekken maken, die kun je hiermee heel makkelijk wegschuren. En hier onderin zit nu nog een lintje voor... Ja, voor als ik een keer wat leuks ga doen of zo. Maar je kunt hier dus ook, wat ik er ook nog in ga doen, is billendoekjes. En je kunt je handschoentjes erin doen of een oornetje eventueel. Dus dat is super handig, want dan gaat het niet allemaal door de auto heen. En in mijn grote, want ik heb thuis nog een grotere van dit staan. Van dit kastje staan, daar ga ik dus mijn peesjes in doen. En ik denk dat daar ook wel mijn dekje en zo in past.
En deze heb ik dus gekocht bij de Action. En hij is in 3 verschillende kleuren, als ik het goed zeg. In blauw dus, in rood en in paars. En je kunt volgens mij zelfs de bovenkant eraf halen en dan nog eentje bovenop zetten. Dus je kunt hem zo hoog maken als je zelf wilt. En ik ga hem dus nu in de auto zetten, want dan staat hij alvast klaar voor dat ik op wedstrijd ga. Lifehack 3. Nou, de derde lifehack heeft iets te maken met pionnen, zoals jullie natuurlijk ook kunnen zien. En wat dus die lifehack is dat normaal zijn er sommige paarden die het lastig vinden om goed door de hoek te rijden. En meestal vinden beginnende ruiters het ook lastig om een paard goed door de hoek heen te sturen, want het is natuurlijk heel makkelijk om de hoek zo af te snijden. En een handige tip daarvoor is om dus pionnen te gebruiken. En hoe doe je dat nou? Hier gebruiken we er altijd 3. En die zetten we dan een beetje half op de hoefslag neer, zodat ze er echt goed achterlangs moeten sturen. Midden nog één. En dan. Hier ongeveer één. Ik heb ze nu een beetje snel neergezet. Maar wat dan dus de bedoeling is, als je hier komt aanrijden, dan moet je dus nu wel goed de hoek insturen, omdat je achter die pionnen langs moet. En ja, voor beginnerslessen gebruiken we die dus heel vaak, omdat kinderen het vaak moeilijk vinden. Met die pionnen gaan ze toch beter achterlangs. Dus ik vind het ook een hele handige tip. Kijk, 4. Nou, wat in de winter best wel vervelend kan zijn, en het kan ook, hoeft ook niet per se in de winter te gebeuren, is dat de riempjes van je hoofdstel of van andere tuigen niet los willen. En jullie zien dat ik een hoevenkrabber heb, maar in de winter kan het best wel lastig zijn dat je dan koude handen hebt, doordat het zo koud is buiten. En dan moet je een riempje losmaken en dat krijg je dan niet goed los. Nu zitten de riempjes van mijn hoofdstel niet heel erg strak vast, omdat ik ze regelmatig losmaak om te vetten. Maar er zijn hoofdstellen die heel stroef gaan en waarbij het dus niet lukt. En daarvoor kun je dus heel makkelijk een hoevenkrabber gebruiken. Want een hoevenkrabber die heeft zo'n puntje hier, waar je dus mee krabt. En het gaat dan eigenlijk heel simpel. Als je het niet zo, dus dat riempje los krijgt, dan kun je de hoevenkrabber eronder zetten. En dan kun je hem zo los trekken. Dus dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Lifehack 5. Ja, en dit is dus ook gelijk de laatste lifehack van deze video. En deze lifehack vind ik zelf heel erg grappig en ook heel erg leuk. Want deze lifehack gebruik ik zelf nooit zo vaak, omdat ik er niet echt in aanraking mee kom. Maar ik was er laatst wel mee aan de gang. Want er werden hier op de manege de foto's gemaakt van alle paarden. En ja, dieren zijn gewoon wat moeilijker op de foto te zetten als mensen. Want je kunt moeilijk tegen ze gaan zeggen, even lachen, cheese. Want dat doen ze natuurlijk niet. Maar wat bij paarden dus wel heel erg wennen is, dus als je bijvoorbeeld een hinnik, als je een hinnik op je telefoon laat horen. En laatst was ik dus eventjes hier om de fotograaf van alle paarden te helpen. Ik moest ze dan vasthouden en zij ging de foto's dan maken. En sommige paarden wilden niet zo graag lachen op de foto. Dus diegene die had allemaal koekjes daarvoor. Zo had ze bijvoorbeeld een plastic zakje aan een zweepje gedaan waar ze mee rammelde. Een doosje met een paar mentosjes erin, zodat dat pringelde. En onder andere paardengeluid op de telefoon. En ik dacht, oh, dat is best wel een slim idee. En dat is eigenlijk ook heel makkelijk om je paard met zijn oortjes naar voren op de foto te zetten. Dus wij hebben hier een loopstoel met heel veel paarden in. En wat ik nu ga uittesten is hoeveel paarden er gaan reageren op hinnikgeluid. En dat hinnikgeluid kun je gewoon van YouTube afhalen. Moet je gewoon paardengeluid, hinnik of zo intikken. En er zijn ook apps met dierengeluiden en paardengeluiden. Maar ik gebruik nu eventjes YouTube. En dan gaan we kijken hoeveel paarden erop reageren. Oké, even mijn geluid aan. Kijk, ze allemaal reageren. Dat zie je allemaal met de oren naar voren reageren. Dus dit is zeker een handige tip. Een handige lifehack om je paard blij op de foto te laten kijken. Dit waren de 5 lifehacks. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En als jullie deze video nou leuk vonden, dan even een duimpje omhoog. En laten we een keertje proberen om de 150 duimpjes omhoog te halen. Dus allemaal je duimpjes omhoog. En het zou natuurlijk super vet zijn als we er meer kunnen
meer video's van mij wil zien, check dan even deze video waarin ik 10 dingen die je niet bij paardenbloem 2.0 doe. Die is ook heel erg leuk. Of check even deze afspraak voor nog veel meer video's. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!